Tommy, kan je iets vertellen over je reacties na je auditie bij The Voice? Ja, ik heb zoveel reacties naar mijn Blind Audition gekregen. Dat was echt overwhelming gewoon. Ik heb natuurlijk Op zoek naar Zorro gedaan een paar jaar geleden. En dat was ik heel erg van geschrokken hoe heftig dat is en hoe vaak je dan op straat wordt herkend. Maar dit is wel echt een ander verhaal, want ik heb gewoon 2,5 miljoen mensen naar die uitzending gekeken. En volgens mij is dat die Blind Audition, die gaat nu ook richting de 100.000 views op YouTube. Dus ik heb superveel positieve reacties gehad. En ik was eigenlijk wel een beetje verbaasd. Ik dacht dat er toch best wel mensen ook wel kritisch zouden zijn. Ook omdat ik natuurlijk uit een ander vak kom, weet je. Ik ben niet de pop-rockzanger, meer gewoon de podiumartiest, een musicalartiest. En ik was er wel heel erg blij mee dat ik niet meteen in dat hokje werd geplaatst of zo, weet je. En ik ben wel heel tevreden mee. Kan je een gekke reactie die je misschien van de vrouwelijke fans hebt gekregen, zou je die kunnen quoten, waar je wel van onder de indruk was? Nou, wat ik heel grappig vond, op een gegeven moment stond ik in de supermarkt, wilde ik een fles wijn afrekenen en toen ging de dame achter de kassa om mijn legitimatie vragen. Wat natuurlijk heel vlijend is als je 29 bent. En toen stond er een vrouw achter haar en die zei van, oh nou, die heeft zeker gisteren geen televisie gekeken, hè? Nou zeg, hoe kunt u dat dan vragen? Hij zat gisteren hartstikke goed bij de Voice. Ik was een halve ruzie aan het maken met die vrouw in de achter de kassa. Dat vond ik wel vrij apart. En de battles komen eraan. Kan je al iets over vertellen? Wat heb je gerepeteerd? Of wie is je tegenstander? Ja, de battles komen eraan, maar ik mag daar natuurlijk nog helemaal niks over zeggen. Ik kan wel zeggen dat het een hele sterke tegenstander gaat zijn. En dat het een hele close call gaat worden. En meer dan dat kan ik er echt niet over loslaten. Het spijt me. Hoeveel mensen zaten er voor jou tijdens die battle in het publiek? Niet zoveel. Ik had tijdens de battle had ik 3 mensen in het publiek zitten die dan ook voor de camera verschenen. En daarnaast waren er nog 4 mensen die gewoon tussen het publiek zaten. Dus die mij hebben gesupport. Hoe voelt zo'n battle als je denkt naar Op zoek naar Zorro en dan daar in zo'n battle staan? Is dat heel anders om zo'n popconcert mee te doen? Nou, het voelt niet extreem veel anders dan bij een Op zoek naar Zorro. Ik denk dat het grootste verschil dat de repertoirekeuze gewoon anders is. Maar in principe ben je wel natuurlijk een soortgelijk iets aan het doen. Je bent een talentenjacht aan het doen en je moet performen. En je moet ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk op je gaan stemmen. En ervoor zorgen dat je de publiekslieveling wordt. En de juryleden, of in dit geval de coaches, ervan overtuigen dat jij de voice bent. Dus het is wat dat betreft niet veel anders. En met zo'n battle is het... Ja, het is wel heftig, want je staat natuurlijk er staan 2 mensen tegenover elkaar. En aan de ene kant wil je heel erg jezelf zo goed mogelijk laten zijn. Maar ik ben ook een ander soort artiest en ik ga er ook altijd voor om dan met z'n tweeën gewoon echt een vette gig neer te zetten. En dat is wel iets, heel erg oppassen met dat ik er niet voor spreek en zo. Maar dat is wel iets wat ik en mijn battlepartner, daar hebben we echt de koppen bij elkaar gestoken. En echt tegen elkaar gezegd van, oké, fuck the outcome. We gaan gewoon met z'n tweeën voor zorgen dat het gewoon onmogelijk wordt voor hun om een keuze te maken. En we gaan gewoon echt een dikke vette performance neerzetten. Waar dus de coaches heel erg van onder de indruk zijn. En dat is wel heel erg gelukt. En hoe is je contact met jouw coach geweest de afgelopen weken? Ik heb niet zo heel erg veel contact gehad. Marco is natuurlijk ook iemand die ongelooflijk druk is. Dus ik had graag wat meer met hem willen stoeien over dingen of zo. Maar ja, tegelijkertijd is die realiteit ook helemaal, als je in het begintraject van The Voice zit, er doen nog zoveel mensen mee. En hij heeft natuurlijk ook 10 talenten die hij nog heeft om te coachen. En dat is best wel veel. Dus hij heeft gewoon niet voor iedereen evenveel tijd. En als er dan tijd was, dan moest ik met gierende banden in de auto om hier een show te spelen. Dus ik heb niet echt... Ik heb niet de band met hem kunnen opbouwen die ik graag had willen opbouwen of zo tot nu toe. En ik hoop dat dat nog gaat lukken. Denk je dat dat komt omdat je al heel veel ervaring hebt als artiest? Dat ze je misschien iets vrijer laten omdat ze weten, oh, dat komt wel goed? Ik heb niet het gevoel dat ze me heel erg vrij laten omdat ik ervaring heb of zo. Ik heb het gevoel dat ze iedereen wel redelijk vrij laten. Ik heb meer het gevoel dat er gewoon echt een gebrek aan tijd is. En vooral bij iemand als Marco, want die heeft dan zijn coaches. En je merkt dat iemand als Sanne, Miss Montreal, die heeft gewoon net eventjes wat meer tijd om ook wat meer de diepte in te gaan met haar talenten. En dat... Ja, dat is wel iets dat had ik wel graag wat meer gehad of zo. Ook omdat het natuurlijk zo'n intrigerende man is. En je kijkt zo tegen hem op en je kan heel veel van zo iemand leren, weet je ook. Omdat ik als zanger en met mijn gitarist ga ik nu ook wat meer de singer-songwriter kant op. Waarin ik ook Nederlandstalige nummers aan het schrijven ben.
Ja, nu wil ik natuurlijk ook heel graag weten wat hij erover, wat hij ervan vindt. Dus, maar goed, hij heeft een hele lieve mail ook gestuurd. Van ja, eens Team Borsato, altijd Team Borsato. Dus af en toe wat mailtjes over en weer. Van hey, ik heb een paar nummers geschreven, kan je er eens naar luisteren? Of laat ze een John Eubank horen. De rechten zijn al vastgelegd, dat zeg ik er dan bij.